Tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Fireco Killer Jet. Het is vandaag weer tijd voor een nieuwe episode van Bounty Hunters. En vandaag doen we dat op de Xbox One. Als het goed is, ik was net alles aan het synken, de audio en zo. En als het goed is, zag ik al een bounty in de map. Want ik doe mijn sync altijd hier. Ja, en die zit hier zo. En is het in een huis? En volgens mij zit hij gewoon in een parkeergarage. Nou heb ik hier geen eigen auto staan op dit moment. Ik denk dat het gewoon handig is om eerst deze auto even te pakken. En dan gaan we achter de eerste bounty aan. En eens kijken of we die te pakken kunnen krijgen, dames en heren. En trouwens, ik wil jullie allemaal nog even super bedanken, want we hebben er 15.000 abonnees gehad. En het gaat in één keer super hard. Eergisteren 200 abonnees erbij. Gisteren meer dan 100 abonnees erbij. En ja, het gaat nu echt super tof, super hard. En ik ben er echt super blij mee. En dat kun je misschien wel aan me zien nu. In ieder geval, super lekker begin van 2016. En dat heeft mijn doel natuurlijk ook wel een beetje verhoogd met wat ik nou wil behalen met mijn YouTube. Want als het zo hard blijft doorgaan, kan ik rond mijn verjaardag op de 100.000 zitten. Maar ja, dat is wel heel ver vooruit gekeken. En dat zal, dan moet het ook wel echt heel goed gaan. En misschien nog een 100 extra per dag erbij. Maar ja, als ik nu gewoon zo door blijf gaan, dan zit die kans er wel in. Dus echt super tof en super bedankt daarvoor. En het geeft me toch wel weer heel veel motivatie om gewoon video's voor jullie te blijven maken. Want ik bedoel, ook zonder dit hè, heb ik een lol in. Ook al kijken er maar 100 mensen, zou ik een lol in hebben. Maar ja, het motiveert je wel echt heel erg. Dus super bedankt daarvoor. En wil ik ook maar direct even aan het begin vragen. Volg je me nog niet op de social media, volg me daar ook even. Want als er dan een keertje wat misgaat met uploads, dat je niet direct denkt van, wat fuck. Hij zei een paar video's geleden nog van, dit motiveert me om up te loaden. Ja, tuurlijk motiveert me dit om up te loaden. Maar soms kan dat natuurlijk ook wel in privé sfeer gebeuren. Waardoor de video later online komt. Of een keertje een dag niet online komt. Want normaal upload ik dus elke dag om 4 uur. En mocht dat nou gebeuren, kun je dat altijd via Twitter, Instagram en zo. Zal ik dat dan naar jullie toe melden. Ook Facebook. Dus linkjes daar naartoe staan in de beschrijving. En als jullie me daar zouden willen volgen, zou dat echt super tof zijn. Volgens mij is de bounty al gone. Althans, het lijkt zo dat de bounty al gone is. Ja, helaas. De bounty is weg. Dus dan gaan we maar eerst even langs de ammunition. Om daar even onze ammo te gaan aanvullen. Ja, we zijn aangekomen bij de ammunition. En we gaan even onze ammo aanvullen. En in ieder geval, ik weet niet of het moet hoor. Ik weet niet eens of het nodig is. Maar voor de zekerheid gaan we gewoon even checken. En we bellen ook direct even onze mechanic om een autootje langs te brengen. Want in ieder geval, dan staat het weer. Laten we eerst even kijken of er nog een auto gerepareerd moet worden. Dat is altijd natuurlijk wel handig. Als er een auto gerepareerd moet worden, bijvoorbeeld de Karuma of zo. Dat zijn toch wel auto's. Ja, kijk. Claim all. En dan gaan we nou even onze mechanic bellen om een van die auto's even snel langs te brengen. Los Santos mechanic. Betaal je hartstikke veel geld, dus als je niet kan langsbrengen, echt waar. Boos op je vriend. You need something, huh? When you ride? Laten we gaan beginnen met de. Centorno, waar sta je? Daar. Oké, we beginnen met de Centorno. En misschien gaan we ook even lobby switchen zometeen, want ik heb het gevoel. Ik weet niet of het echt zo is, maar ik heb het gevoel dat deze lobby een beetje lagt. Dus, ja, ik wil natuurlijk wel gewoon niet straks dat in de video mijn beeld een beetje hapert door de lag. Dus dan gaan we even van lobby switchen. Even kijken. De sticky bombs die hebben we sowieso nodig. En een beetje traangas gebruiken we toch nooit. Maar waarom ook niet? Het maakt wel weer een beetje alles een beetje spannend. Zo, die aanvullen. Je kan nog steeds dit kopen. Dus laten we dat even helemaal vol doen. Deze moet even weer vol. Die doen we ook gewoon gelijk weer vol. Homing launcher hebben we nog vol. Deze sniper is ook nog helemaal goed. Helemaal top. Heeft deze sniper trouwens andere kogels? Nee. Oké, helemaal top. Assault rifles, special carbine, shotguns. Allemaal super belangrijk. En dan is dit denk ik wel ongeveer wat we nodig hebben. Even kijken, hebben we hier alles van nog? Zit nog allemaal vol. Dat gebruiken we ook bijna niet. Hier verder nog iets nodig. Weet je wat, we vullen de benzine ook nog even weer aan. Dan kunnen we tenminste bewijsmateriaal. Shit, sorry, I can't get there at the moment. Ik betaal die man $200 per dag. En hij kan gewoon niet op dit moment even langskomen. Dus we bellen hem gewoon nog een keer. En we zeggen, als je die auto nou niet langsbrengt, dan ben jij het eerste slachtoffer van deze episode. Misschien durft hij dan wel langs te komen. En dat is Pegasus. Wauw. Oké, Joey. Oké. Los Santos mechanic. Die moeten we hebben. Het is niet zo lastig. What you need, boss? Some wheels? I need my fucking Centorno, mate. Bring it. I'll bring it to you. Goed zo. Oké, we geven hem een
kleine wachttijd. Het is jammer dat ze hem niet meer echt langs brengen. Dat deden ze dus eerder. En nou spant hij gewoon hier. Als je bij je niet kijkt, daar staat hij dan één keer. En je mechanic is zomaar gone. Terwijl eerder reed hij hem echt gewoon naar je toe. Alleen ik denk dat ze dat hebben veranderd. Omdat je auto dan soms zelfs kapot was. Of je mechanic reed gewoon door met je auto. Dus daarom hebben ze dat denk ik veranderd. Dus even kijken hoor. Is er nog wat te doen op deze map? Iemand die een beetje Oeh, hier is volgens mij wel een beste gunfight aan de gang. Laten we eerst deze guys gaan uitschakelen. Want deze man, je kunt zien, hij is een beetje rood. Dat betekent dat hij al heel veel spelers vandaag heeft vermoord. En in Bounty Hunters is het niet alleen achter de bounties aan. Maar ook aan de mensen die zich niet kunnen gedragen. Dus het is eigenlijk een beetje een soort van cops and crooks. Wij zijn de cops. Het is eigenlijk een beetje LSPDFR. Alleen zijn we nu gewoon fucking huurmoordenaars. En hebben we geen politiepakje aan. Dus dat is een beetje het verschil. En we gaan nu op hem af en we gaan kijken of we hem even kunnen uitschakelen. Dus een klein stukje rijden. We zijn nog 0,37 mijl verwijderd van onze beste grote vriend. En hopelijk staat hij er nog. Want die spelers hebben een beetje... Ja, hij staat er nog. Mooi zo. We kunnen hem nou ook gewoon op de map zien. We gaan ook gewoon even... Volgens mij is die AFK. Of niet? Zo. Oké, okay, hij gaat er direct vandoor. Had ik ook gedaan als ik hem was. Oh, nee, wacht. Hij gaat er niet helemaal vandoor. Oh, uit de cover. Even kijken hoor. Wat gaat hij doen? Hij staat er nog steeds om het hoekje. Laten we via hier even proberen wat dichterbij te komen. Oh, shotgun. Wauw. Oké. Nou, daarom is hij waarschijnlijk ook rood. Hij weet dat hij met een gun moet omgaan. Geen stress. We gaan er gewoon weer achteraan. Ik bedoel, we hebben het oneindige leven in dit spel. Gelukkig. Dus, fuck. We spannen echt fucking ver weg. Waarom geeft dit uit? Waarom? Oké, als het goed is, zitten we weer in dezelfde straat. En hij weet wat wij willen... Oh, wauw. Oké, hij gaat er echt keihard vandoor. Dus we rennen maar gewoon naar onze auto toe. En het leuke aan Amerika is, daar ben ik wel blij mee. Als het goed is, mag je hier gewoon met guns over straat lopen. In het echt mag dat in veel staten van Amerika ook. Dus het is goed dat het hier ook gewoon mag. En we gaan eens kijken of we onze auto niet helemaal vol zit met sticky bombs. Want daar zie ik deze beste man ook nog wel vooraan. Dat hij zo van, als hij in zijn auto stopt en hij wil achter me aangaan, dan ontploft zijn auto lekker. Dus laten we daar ook even snel gaan checken. Nee, volgens mij geen sticky bombs. Ook hopelijk geen proximity mines erop of eronder. Dan gaan wij nu gewoon achter onze grote vriend aan. En dat doen we met een sticky bomb. Oh, fuck. Oké, Zentorno, je bent best wel snel. Helemaal vergeten. Oh, wacht, hier zit ook nog iemand die zich niet kan gedragen. En wij zijn natuurlijk ook iemand die... Waarom gaat die man nou dood? Is hij nou echt dood? Of... Oeh, hij kan teleporteren. Nee, hij kan niet teleporteren. Hij staat hier gewoon. Oké, tak, 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 tak. Zo. Het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Wat een fucking bitch ben jij. Wauw. Even serieus. Friend. Are you fucking serious, mate? Oh my god. We wouden je alleen maar van je rode stipje verlossen. En alsnog valt hij ons gewoon aan. En nou weet ik niet of hij hier achter bord. Volgens mij loopt hij heel dichtbij. Oh my god. Oké, hij loopt hier achter bordjes. Zo. Hier. Payback, bitch. That's payback. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my... Waarom? GTA, waarom? Oh my god. Oh shit. Even serieus, ik ren weg. En dan gaat hij tegen... Oh, jezus. Wauw, en mijn oog die gaat er gewoon een beetje van tranen. What the fuck? Oké, ik ren dus weg. En mijn lichaam blijft op een of andere manier plakken aan een fucking slagboom. Even serieus, GTA, what the fuck? Oké. Zijn die mensen daar nog steeds? Even kijken, als het goed is, staat hij hier in deze bocht.
verder. Is dat hem? Nee, dat is hem niet. Oh my god, GTA, what the fuck? Wat heb jij voor kut controls? Daar staat hij. Oh ja, tuurlijk kun je hem dan gewoon in één keer niet hitten. There you go. En die andere man... Wauw, die andere man staat daar weer achter met een sniper. Even serieus, jongens. Jullie moeten gewoon dood, oké? Okay? Jullie moeten gewoon dood. Snap dat. Jullie zijn niet gemaakt om te leven op deze wereld. We zijn gemaakt om te killen in GTA. Ik ben niet gemaakt om te killen. Ik ben hier om jullie te doden. Niet om gekild te worden. En echt waar, jongens. Echt waar, ik begin me steeds meer te ergeren aan een movement in GTA 5. Omdat ik te veel andere games speel, denk ik. Maar ja. Even kijken, hoor. Waar zijn jullie nu? Zo langzamerhand wordt... Oh. Terug. Even checken. Oké, we gaan het gewoon anders proberen. We gaan gewoon proberen vrienden met ze te maken. En dan loopt natuurlijk de hele game vast. Ja, realistisch. Fucking ja, de auto verdwijnt gewoon. Wauw, even serieus. GTA, what the fuck? Even kijken hoor, waar staan ze? Ik moet ze natuurlijk eerst even zien staan. Ja, tuurlijk. Wauw, oké. GTA verneukt mij echt. Wat de fuck is er aan de hand met GTA 5? Even serieus, boys. Dames en heren, GTA is gewoon helemaal fucked up aan het doen. Het lagt. Het doet niet wat ik wil. Mijn kogels hitten niet. Zo. Zo. Zo, dat zal ze leren. Dat zal ze leren aan Killer J te zitten. We hebben maar één ster politie, want ze waren gewoon fucking gezocht door de politie. Dus eigenlijk hebben we de politie gewoon geholpen. Ik snap niet dat we sowieso een ster krijgen. Laten we snel doorrennen naar onze auto's. Ze zijn nu eindelijk uitgeschakeld. En ik heb het gevoel dat de lag iets minder is. Maar we gaan sowieso wel even een ander potje zoeken. Kijk, we worden nog steeds gehunt door hun. Dus we moeten eerst naar veiligheid komen. En dan pas kunnen wij... Oh shit. En dan pas kunnen wij ook daadwerkelijk... Lieve, want anders zal het natuurlijk niet echt zijn. Want ja, het blijft natuurlijk wel GTA. Maar ja, in het echt kun je ook niet gewoon quitten aan een achtervolging. Dus vandaag kunnen wij dat ook niet. Kijk hoor. Zo, hier de pier op. Oh, en dan gaan we even hier zo rennen. Hier, oh. Even snel het water in. Want we worden nog steeds geschoten door die andere guys. Dat is natuurlijk wel een beetje kut. Want... Ze moeten wel dood. Even kijken, maar zo. Die kunnen wel, denk ik wel... Oh, waar, hoe? Kijk, dit is zo raar, hè. Ik zwem die kant op. En mijn poppetje wil terugzwemmen. Alleen van, hoe de fuck, weet je? What the fuck? Waar de fuck ben je mee bezig? Maar in ieder geval, hier kunnen we denk ik wel weer omhoog. Zo, deze man is hier gezellig een broodje aan het eten. En dan hier er weer in. Zo, oh. Even, ja, oké. Okay. Zo, overkant zwemmen. Naar de overkant zwemmen. Oké, we zijn de politie kwijt. En nou die mensen nog, die achter ons aan zitten, waar we een beetje ruzie mee hadden net. Maar ja, we hebben ze gehunt. Ons contract is voltooid. De eerste mensen zijn uitgeschakeld. Zo. En dan denk ik dat we hier, redelijk op de haven, wel uiteindelijk veilig zijn. En... Maar ja, dames en heren, nog even om te wijzen dat ik ze wel een aantal keer heb gekild. Maar ik was gewoon niet aan het praten op die momenten. Hier nog even een paar shots van mij op hun. Het zag er misschien een beetje noob uit. Maar ja, ik stond gewoon echt in een kutpositie. Laten we het daarop houden. Maar let's go to the next lobby. Want deze lobby lekt inderdaad wel een beetje. Dus laten we even een nieuw potje zoeken. Online. En dan... even kijken. Of goed staat hier toch een join leave. Find new session. Thank you.
Oké, dames en heren, we hebben een nieuw potje gevonden. En volgens mij is... King of the Castle is hier aan de gang. En dat is op zich best wel leuk. Dus laten we daar naartoe gaan. Even kijken hoor. Ik fix even snel een autootje en ik rijd die kant op. Zo, we hebben een auto gefixt en we zijn onderweg naar King of the Castle. En op zich is het best wel leuk. Dat hebben we vorige keer ook gedaan, dus met dat zwembad. En het is nog 3 minuten 51. Dus als we die shit cappen en we blijven daar gewoon zitten, kunnen we misschien nog wel eerste worden. Volgens mij is er niet eens een king op dit moment. Want ik zie ook nog geen namen in beeld staan. Of dat komt omdat we nog niet hebben geparticipated aan. Of dat komt omdat... Omdat er gewoon nog niemand king is. Dus in ieder geval, ik heb vandaag wel een beetje het idee dat de servers echt fucking slecht zijn op GTA 5. Want echt waar, ik heb alleen maar lag. Ik heb hier ook lag en mijn internet is verder gewoon helemaal goed. Dus daar kan het niet aan liggen. Dus dat is wel een beetje heel erg kut. Alleen, we gaan gewoon proberen nog even King of the Castle te zijn. En dan denk ik dat, na dat vreselijke gevecht met die twee mensen in die andere server net, denk ik toch wel dat deze aflevering nog, wel geslaagd is. Het is misschien een beetje een korte aflevering. Dat komt ook, ik moet hem s'avonds nog opnemen. Ik heb weinig tijd gehad dit weekend, maar ik wil wel gewoon een video voor jullie hebben. Dus, even kijken hoor. Ja, hij staat er nog niet eens in. Hij is niet eens King aan het zijn. Dat is wel een beetje dom. Oh, wauw. Hoe speelt die guy? Die guy weet toch wel dat je in de grot moet staan om King of the Castle te zijn? Wat een dompie. Even serieus. Gaan wij nu de eerste King of the Castle... Oh nee, wacht. Er zit wel één iemand in. Even kijken. Wat een bitch. Oké, hij heeft eindelijk door volgens mij hoe dit spelletje werkt. Hij zit nu volgens mij ook in de cave. Even kijken hoor. En dat was hem. Oké. Shotgun. Wat? Hoe dan? Hoe had hij mij in één schot? En ik schot gewoon fucking 2 shotgunkogels in hem en hij ging niet dood. Even serieus, jongens. Oké, we hebben 4 seconden, 500. Oké, we gaan niet eerste worden. We kunnen nog wel even proberen tweede te worden. Ja, we moeten in dit zwembadje. Dit is de beste spot om hem te verdedigen. En we gaan gewoon in ieder geval proberen de tweede plek te behouden. Even kijken. Daar even een grenade. En aan de andere kant worden we ook aangevallen. Kijk maar. Kut, ga dekking zoeken. Zo dom. Ontplof. Ai, no. Oké, we moeten snel, dit keer iets beter ons best doen dan in de vorige video. Toen hebben we deze, de vorige bounty hunters kwamen dit ook tegen. En het is een beetje een traditie geworden volgens mij om dit tijdens bounty hunters te doen. Alleen dit keer is het iets moeilijker dan de vorige keer. Maar ja, dat geeft ook wel weer een beetje... Even kijken, waar zit de King of the Castle? Daar zo. Wat? Wat voor gun gebruikt die guy, ouwe? Oh, dat is echt een goede gun, volgens mij. Het is geen shotgun, sowieso geen shotgun. Die wij nu wel even gaan gebruiken, by the way. Even kijken hoor, score of 61. Oh, we zijn niet eens... Wow.
Oh, wacht eens. Ja, we zijn tweede geworden. Oké. Gast, het is voorbij. Event is voorbij. Are you fucking... Oké. Niet boos worden, Killer Jay. Niet boos worden. Het event is voorbij. Ja, laten we toch gewoon nog iedereen even daar gaan killen. Eerst even ons geld op de bank zetten. Dan gewoon nog even een beetje gaan pvp'en met die mensen. Money and services. Base bank. Main menu. Deposit. 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 Ja, goed zo. No. Niet 50. Deposit. 6.750. Yes. Snel, terug, helemaal terug, helemaal terug, helemaal terug. Uit de telefoon. Ga weg uit de telefoon. Zo. Verdorie. Oké. En nou gewoon iedereen nog even killen. Juppie. Ik heb het idee dat ik heel veel van die trompetgeluidjes hierin heb geëdit. Van... Maar ja, oké. Dit is echt een beetje een episode waar ik keihard in val. Maar dat moet ook, weet je. Het is een free roam serie, dus ook als je valt... Ja, dan gebeurt dat gewoon. Dat gebeurt in de episode. Het is een beetje een... Ja. Dus, laten we gewoon doorgaan. In ieder geval, we gaan nog even proberen hun te killen. En dan zeg ik ook wel slush. Want ik begin nou ook mezelf een beetje van binnen helemaal op te vreten. En ik wil wel dat deze episode, ja, een beetje enjoyable blijft om te watchen. En niet dat ik hier helemaal zo meteen zit te ragen. En misschien is dat ook wel leuk voor jullie, maar... Ik denk dat ik daar niet zo'n hele goede reputatie van krijg. Dus laten we gewoon nog even proberen. In ieder geval hier bij de Playboy Mansion. Om iemand om te leggen. En hij zit trouwens aan de andere kant van de Playboy Mansion. Had ik kunnen weten. Even kijken. Is dat hem? Nee, dat is gewoon een persoon. Dat is gewoon een persoon. Als we M crossen, dan krijg ik misschien autolop op hem. Kom op. Oh, even serieus. Deze grenades doen niks. Oh, tuurlijk. En dat ene fucking sticky bommetje die blaast mij wel op. Wat een fucking... Oké, dat is echt... Dit begint echt zwaar hinderlijk te worden, jongens. Dit begint echt zwaar hinderlijk te worden. Ik denk ook om gewoon naar te kijken. Maar ja, sticky bom is OP. Dat is wel waar. Het is gewoon C4. Maar ja, Zetler staat de beste man. Oh, daar kun je natuurlijk niet overheen springen. Ja, jammer vriend. Daar trap ik één keer in, niet twee keer. Hoe gaan we dit fixen? Kijk, we hebben maar één ster, maar toch is het fucking hinderlijk, want... Nou heb ik er drie. Joehoe. Oké, we hebben een politieauto. En laten we even snel kijken of we naar de andere kant van de Playboy Mansion kunnen komen om deze guy uit te schakelen. Want hij begint nou wel een beetje zwaar irritant te worden, zwaar hinderlijk. En, echt waar. Ik bedoel, dit is echt hinderlijk, ouwe. Het is gewoon echt hinderlijk. Oké, even kijken. Oh, de politie heeft hem gekild. Wauw. Oké, waar spant die man? Waar spant die man? Waar spant die? Waar spant die? Waar spant die? Spawn. Waar spant die? Gaat hem tussendoor. Gaat hem de fucking... Auw. Het is nog steeds leuk, jongens. Het is nog steeds leuk. Het is nog steeds leuk. Oh, de mighty days. Ik denk dat ik beter... ik denk dat ik beter Winnie de Pooh kan gaan uploaden ofzo. Oké. Go out of the way. I need to go there. Yes, I need to kill Mr. Francis. He is dan weg hier. That's my contract. En ik ben al gekild door de politie. Ik ben gekild door hem. Het moet gewoon lukken. Deze episode, ik val. Ik val hard. En die andere twee guys, echt waar. Als ik niet aan het praten ben...
Oké, ik denk dat ik het hierbij maar moet laten. Ik ben nu al 45 minuten bezig en ik kom op het punt dat ik mijn Xbox uit het raam moet gooien. Dus iedereen. Oh shit. Ja, natuurlijk. Denk van, hey, dokter. Dankjewel. Ja, in mijn auto nog even, ja. Chill, dank je. Vergeet niet even te liken, hè, als je het leuk vond. Ik probeer hier wel funny moments wat te maken ofzo. Vergeet ook niet even te abonneren natuurlijk, als je dat nog niet hebt gedaan. Ik bedoel, echt super chill dat we de 15.000 abonnees hebben gehad. En ja, vergeet me natuurlijk ook niet even te volgen op social media. Links staan in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!